Nederland zit midden in een wooncrisis. Er is onvoldoende betaalbare woonruimte. De leefbaarheid in wijken staat onder druk. Jongeren moeten gedwongen langer bij hun ouders blijven en belangrijke keuzes in het leven worden uitgesteld. Er zijn plannen te over om er wat aan te doen. Maar ja, in plannen kun je niet wonen. En er zijn veel vragen. Want wie gaat al die huizen die nodig zijn eigenlijk bouwen? En waar gaan we bouwen? En als er dan een woning beschikbaar is, kun jij die dan betalen van jouw inkomen? Kun je eigenlijk wel in de buurt van je werk wonen? De huizenmarkt zit tenslotte volledig op slot. Er moet een structurele oplossing komen. En de politiek vervult hierin een sleutelrol. Er zijn heldere keuzes nodig. Keuzes op het gebied van scholing, arbeidsmarkt, fiscale regelgeving en stikstofemissie. Keuzes die in de kabinetsformatie na de verkiezingen van komende week gemaakt gaan worden. Welkom bij het webinar FNV stemt voor wonen. Een webinar over wonen, bouwen en verkiezingen. Mijn naam is Janneke Wagen. Ik ben bestuurder woondiensten bij de FNV. En de komende 5 kwartier ga ik in gesprek met Aafke Posma, lid van de branchegroep woondiensten FNV en werkzaam bij woningcorporatie Elkien in Friesland. Met Bas van Wegenberg, voorzitter van FNV Young and United en, heel belangrijk, sinds gisteren officieel kandidaat voor het dagelijks bestuur van de FNV. Ik praat met Tjebbe Verre. Tjebbe is lid van de werkgroep Wonen van FNV Lokaal in Rotterdam. En ik praat met Janna Mut, hoofd van de sector Bouwen en Wonen bij de FNV. We bespreken waar zij tegenaan lopen, hoe we vanuit de FNV naar deze problematiek kijken en waar de politieke partijen voor staan. Dat laatste zien we in een aantal bijdragen via korte filmpjes. En natuurlijk horen we ook graag van jou hoe jij er tegenaan kijkt. Dat gaan we doen via de Mentimeter. Als je je telefoon, je laptop of je tablet bij de hand hebt, dan kun je nu gaan naar menti.com. En als je daar als code 7823561 invult, dan krijg je zo de eerste vraag te zien. Ga dus alsjeblieft nu naar menti.com en vul daar de code 7823561 in. Die code komt nu ook even in beeld. Ik hoop dat het gelukt is om de Mentimeter in te komen. En we gaan gewoon even proberen of dat gelukt is met de eerste vraag. De eerste vraag is eigenlijk geen vraag, het is een stelling. En de stelling is: wonen is een grondrecht. Ben je het daarmee eens? Dan zeg je ja. Ben je het daar niet mee eens, dan zeg je nee. En je kunt natuurlijk ook geen mening invullen. Dus laat ons weten. Wonen is een grondrecht. Is dat zo? En we nemen even de tijd om jullie de Mentimeter in te laten vullen. Want we werken met een livestream via YouTube. En in deze digitale tijden is het heel erg druk op YouTube. Dus het kan zijn dat we een heel klein beetje vertraging op de lijn hebben. Daarom hebben we af en toe even wat rust om jullie de Mentimeter in te laten vullen. Ik mis nog een heleboel stemmen. Dus ik wacht nog heel even. Ik hoop dat het feit dat er nog stemmen ontbreken niet betekent dat mensen niet kunnen inloggen. Ga naar menti.com en vul daarin 7823561. En dan krijg je de eerste vraag te zien. En ik wil nog heel even terug naar het antwoord, want als ik het zo heel snel zag, dan denk ik dat de grote gemene deler in dit antwoord is dat de meeste van de mensen thuis wonen als grondrecht zien.
Nou, dat lijkt mij een hele belangrijke basis voor deze bijeenkomst. En er zijn nog meer mensen die vinden dat wonen een grondrecht is. En die werken bijvoorbeeld bij de branchevereniging voor woningcorporaties, EDES. De voorzitter van EDES wil jullie heel even toespreken. Het wordt hoog tijd dat we wat gaan doen aan de wooncrisis in Nederland. Te veel jonge mensen wachten te lang op een nieuw huis. En te veel ouderen wachten op woonzorgvoorzieningen. Daar moeten we met z'n allen wat aan doen. En daarom hebben meer dan 30 organisaties in Nederland op het gebied van bouwen en wonen de handen ineengeslagen in een actieplan wonen. 1 miljoen nieuwe woningen in 10 jaar. Veel woningen verduurzamen. Aandacht voor leefbare wijken en buurten. En betaalbaarheid moet weer hoog op de agenda komen te staan. Dat is heel hard nodig. Een investeringsprogramma en het oplossen van een groot sociaal vraagstuk. Want wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het geeft de basis voor een goed bestaan. Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd, zegt Martin van Rijn. En ik denk dat dat heel erg waar is. De vraag is natuurlijk, als vakbond, als FNV, moet je je dan ook bezighouden met zo'n thema als wonen? Ik zou het fijn vinden als jullie de tweede vraag invullen van de Mentimeter. De FNV moet zich bezighouden met het thema wonen. Ja? Nee? Geen mening? Laat maar even zien. We wachten weer heel even tot jullie allemaal de Mentimeter ingevuld hebben. Nou, zo te zien vinden heel veel mensen dat wij ons als FNV bezig moeten houden met het thema wonen. En ik ga daar toch even een reactie op vragen van Janna Munt, sectorhoofd Bouwen en Wonen. Janna, wij moeten ons bezighouden met het thema wonen. Ja, dat is heel mooi, want dat sluit aan bij natuurlijk onze eigen uitgangspunten. Wij vinden ook dat de FNV als organisatie zich bezig moet houden met een thema als wonen. Wonen is inderdaad een grondrecht, maar wonen zit ook heel erg gekoppeld eigenlijk aan de kern van ons werk. 2 pijlers, namelijk werk en inkomen. En als het gaat om de laatste, dan gaat het om betaalbare woningen. Zowel als het gaat om betaalbare koop als betaalbare huur natuurlijk. Het gaat over de arbeidsvoorwaarden, het inkomen van de mensen die huizen maken, huizen verduurzamen, maar ook huizen verhuren, huizen verkopen. Het gaat dan ook om de kwaliteit natuurlijk van de arbeidsomstandigheden waaronder deze mensen moeten werken. En het gaat naar mijn idee ook over de leefbaarheid van wijken. Waar wonen we met elkaar? Waar wonen we, waar werken we, waar leven we met elkaar? Dus ja, zeker een thema voor ons als FNV. Oké. Maar dan zijn wij dus ook betrokken bij de actieagenda wonen, waar Martin van Rijn het over had. Ja, ik zou denken van wel. Maar dat is niet zo. En ik kan natuurlijk best een gevleugelde uitspraak aanhalen. Dat vinden wij niet vreemd, maar heel bijzonder. Maar het is natuurlijk inderdaad heel bijzonder dat een organisatie die eigenlijk in het hart van het thema staat, betrokken is bij werknemersbelangen, niet op deze agenda is aangesloten. Want ja, het gaat veelvuldig over wonen en over bouwen, maar het gaat bij deze 34 organisaties, in ieder geval niet in de zaken die ik heb gelezen, gaat het niet over werknemers en over werknemersbelangen. En dat is heel bijzonder. Wij hebben een missie. Ja, we hebben zeker een missie. En ik had er ook bij de publicatie van het document, van het manifest, ook een uitnodiging gestuurd naar de heer Van Rijn. Helaas, hij heeft er niet op gereageerd. Nou, wellicht misschien kunnen we daar verandering in brengen. Precies, misschien na deze uitzending. Oké. Ja, de woningmarkt anno 2021. Waar loop je eigenlijk tegenaan? Eerst maar eens even kijken of jullie een beetje een beeld hebben bij die woningmarkt.
Ga naar de volgende vraag in de Mentimeter, zou ik zeggen. En geef eens aan wat de totale woningvoorraad is in Nederland met de pijldatum 2020. Dus enkele maanden geleden. Wat is de totale woningvoorraad in Nederland? Is dat 6,1 miljoen? Is dat 7,9 miljoen? Of is dat 8,7 miljoen? Wat denk je? Vul eens in. Nou, het is goed om te zien dat hier hele grote verschillen zijn in de antwoorden. We nemen weer even de tijd om iedereen de kans te geven antwoord te geven. En als ik zie hoe snel het gaat met de antwoorden, dan denk ik dat het met de vertraging op de lijn best wel meevalt. Het goede antwoord op deze vraag is, en er is een... Ik kan hem niet meer zien in beeld. Maar het goede antwoord is 7,9 miljoen. Er zijn dus heel veel mensen thuis die weten hoe groot de woningvoorraad is in Nederland. Maar er zijn er ook nog heel veel die het niet weten. 7,9 miljoen woningen. En dan te weten dat dat nog niet genoeg is. Vul de volgende vraag eens in. Hoe groot was in december 2020? Dus 2,5 maand geleden. Hoe groot was toen het tekort aan woningen in Nederland? Was dat 443.000? Was dat 331.000? Of was dat 248.000? Hoeveel woningen komen wij tekort in Nederland met de pijldatum december 2020? En ik zie weer langzaam wat antwoorden binnenkomen. We nemen weer even de tijd. Het is een heel grappig idee om te weten dat wij hier nu in het Centraal Vakbondshuis staan in Utrecht, het grote kantoor van de FNV, en dat jullie nu allemaal thuis meedoen met dit webinar en driftig bezig zijn om deze vragen te beantwoorden. Ik ga het goede antwoord geven. Wij komen in Nederland, pijldatum december 2020, 331.000 woningen tekort. Dat is een heleboel. En dan is het ook nog zo dat het tekort aan woningen niet door het hele land gelijk is. Laatste vraag voordat we verder gaan met het gesprek en de filmpjes. In welke twee steden moet je als woningzoekende het langste wachten op een sociale huurwoning? En met lang wachten hebben we het dan over 10 tot 15 jaar. Jullie mogen allemaal twee steden noemen. In welke twee steden moet je als woningzoekende het langst wachten op een sociale huurwoning? En als het goed is, ontstaat er nu een word cloud. Waar we kunnen zien welke steden er allemaal ingevoerd worden. Ik zie de grote Nederlandse steden langskomen. En we nemen weer even de tijd om naar alle antwoorden te kijken. De steden die het meeste genoemd worden, zie je nu als grootste tevoorschijn komen. Grootste letters. Dus we kijken even. Ik zie Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Maastricht, Leiden en Zwolle worden genoemd. Dordrecht wordt toegevoegd. De Amsterdamse regio, dus dat is breder. Is dat dan ook Zandvoort, Amsterdam at Sea? Of hoort dat er niet meer bij? Nou, dat is jammer, dat kunnen we nu niet live met elkaar bespreken. Ik ga het antwoord geven. En ze staan erbij en ze staan ook als behoorlijk grote letters. Het gaat om Amsterdam en Utrecht. En zelf ben ik woonachtig in Utrecht. En ik weet dat je als woningzoekende in Utrecht gemiddeld 12 jaar moet wachten op een sociale huurwoning.
Er is dus wel wat aan de hand in Nederland. En de politieke partijen hebben allemaal ideeën wat ze daaraan gaan doen. En wij hebben een aantal politieke partijen gevraagd om in een heel kort filmpje aan jullie te vertellen wat de komende tijd hun plannen zijn. We gaan nu kijken naar Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Er is een enorme wooncrisis in Nederland. Betaalbaar wonen staat onder grote druk. Huurders kunnen de huur heel vaak niet meer opbrengen. En daarom wil de PvdA fors investeren in betaalbare woningen. Door de verhuurderheffing om te zetten in een stimuleringsfonds om betaalbare woningen te bouwen. Door huisjesmelkers te beboeten en aan te pakken. Door een Prins Bernhard belasting in te voeren voor verhuurders en beleggers. En door dat geld te gebruiken om te investeren in gemengde wijken. Ook willen we de huurwoningen beschikbaar maken voor de middenklasse. Dus de inkomensgrenzen fors verhogen. Zodat we gemengde wijken houden in Nederland. Het is heel noodzakelijk dat er een minister van Vrom terugkeert. Die regie neemt, die doorpakt en die zorgt dat de woningnood, de dakloosheid en de betaalbaarheid van wonen, het grondrecht dat in Nederland is vastgelegd, ook echt wordt gerealiseerd. Tot slot willen we voor starters het ook mogelijk maken om ertussen te komen middels premiewoningen. Zo krijgen starters een eerlijke kans tegenover de beleggers die nu onze steden overnemen. Ik heb die filmpjes natuurlijk allemaal van tevoren gezien. En bij al die filmpjes blijft wel een bepaalde term hangen. Bij de PvdA viel bij mij de Prins Bernhard belasting op. Ik weet niet of het jullie ook opgevallen is. Maar dit filmpje gaf al een beeld van waar we tegenaan lopen op de woningmarkt 2021. Ik vraag dat ook eens even aan onze panelleden. Tjebbe, waar lopen jullie in Rotterdam nou tegenaan anno 2021? Nou, wat mij het meeste bezighoudt op het ogenblik in Rotterdam is het sloopbeleid van de gemeente. Ik heb het pas ook al genoemd in het voorgesprek, dat de woonvisie van Rotterdam het mogelijk maakt om 30.000 sociale huurwoningen de komende 10 jaar te onttrekken. En ja, in een markt waarin mensen al meer dan 6-7 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning. Het wordt echt een kokende pan ongenoegen, kan ik maar zeggen. Boosheid van mensen. Boosheid over de grote hoeveelheid sloop. Waar de gemeente mee bezig is. Ja. Mensen worden gewoon ook angstig van wat hun overkomt. Oké, dankjewel. We gaan er zo uitgebreider op verder. Aafke, waar loop jij tegenaan? Nou, waar wij heel veel last van hebben is natuurlijk de afdracht van corporaties aan het Rijk. Gemiddeld 3 maanden huur die opgebracht wordt door onze huurders. En dat zijn niet de mensen met de dikste beurs. Dat gaat naar de schatkist. En dat komt niet altijd terug ten goede aan de kwaliteit van het wonen of aan de betaalbaarheid. Terwijl we natuurlijk enorme investeringen moeten doen. De veranderende woningmarkt, maar ook verduurzaming. En we moeten ervoor zorgen dat mensen het nog steeds kunnen betalen. Oké, dus betaalbaarheid, heffingen, belangrijk thema. We komen er zo denk ik uitgebreider op terug. Bas, waar lopen jullie tegenaan? Ja, jongeren die zitten eigenlijk echt klem op de woningmarkt. Ze kunnen nergens heen. Een betaalbare woning vinden is enorm lastig. Het maakt het nog eens lastiger dat ze te maken hebben met onzekere contracten op de arbeidsmarkt. Dat ze te maken hebben, als ze gestudeerd hebben, met een leenstelsel, waardoor ze met hoge schulden, 40.000 euro is geen uitzondering meer, op zoek moeten naar een betaalbaar huis. Dat maakt het ook lastiger om een hypotheek te krijgen. En dat grijpt allemaal op elkaar in. Dat is een soort giftige cocktail, waardoor de jongeren een valse start maken in het leven. Ja. Op die giftige cocktail komen we zo even terug. Ik ben eerst wel even benieuwd naar de mensen thuis. Hebben die een idee wat er in die giftige cocktail zit? Bas noemde net wat ingrediënten. De volgende vraag in de Mentimeter. Wat zijn voor de jongeren nou de belangrijkste problemen op de woningmarkt? Hoe ziet die giftige cocktail eruit? U mag hier weer korte sleutelwoorden noemen, geen hele verhalen. Maar laat eens even weten, waar lopen jongeren tegenaan op de woningmarkt? En we wachten weer even af. Er ontstaat weer zo'n word cloud. Termen die het meeste genoemd worden, komen als grote woorden naar voren. En we gaan even kijken wat er ingevuld wordt.
We hebben een klein beetje vertraging op de lijn, denk ik nu. Nee, sorry. Ja. Kijk eens even. Er worden gewoon een heleboel dingen ingevoerd. Geweldig. Ik zie staan lange wachttijd. Ik zie staan betaalbaarheid. Geen huis kunnen kopen. Eens even kijken. We nemen even de tijd. En ik kijk ook even naar de collega's hier in de studio. Of we nog heel veel antwoorden binnen gaan krijgen. Ik zie het beeld nog steeds verspringen. Er worden een heleboel verschillende termen gebruikt. Dus ik kan ook niet alles lezen. Maar ik zie met name zaken rondom de lange wachttijden. Rondom de betaalbaarheid. De studieschuld en het aanbod. De hoogte van de huur wordt ook nadrukkelijk genoemd. Ik ga eens even terug naar Bas. Bas, jij had het over de giftige cocktail. Ja. Kun je daar nog iets meer over vertellen? En kun je met name wat meer vertellen over de samenhang van al die dingen die net ook vanuit thuis genoemd worden? Ja, zeker. Met die giftige cocktail bedoel ik dat ook als het gaat om de woningmarkt, maar zeker ook die arbeidsmarkt en het onderwijs, ja, die financiële positie van jongeren die staat gewoon onder druk. Als je kijkt naar de woningmarkt, ja, dat gaat echt over alle facetten. Dus sociale huur kwam ook terug in deze woordwolk. De wachttijden die werden al genoemd. Zeker voor jongeren die intreders zijn eigenlijk op die woningmarkt, die graag een plekje willen veroveren. Ja, die krijgen daar als eerste mee te maken. En die slaagkansen in de sociale huur zijn gewoon minder. Daarnaast in de private huur, waar ik zelf toevallig ook in zit. Ja, betaalt je scheel aan huur. Een woning kopen is voor heel veel mensen een stuk lastiger geworden. Maar ja, zo'n leenstelsel en een hele hoge schuld. Ik zei al, 40.000 euro is geen uitzondering meer. Stel, je komt iemand leuks tegen op je studie. Samen 80.000 euro schuld. Nou, het heeft echt grote effecten op jou, op het leenbedrag. Er zijn gewoon te weinig woningen. We hadden het straks al over dat tekort. Daarnaast heb je nog een groep, een groeiende groep helaas. Dakloze jongeren. Er zijn de groep studenten die te veel betalen voor die kamers, die er eigenlijk ook weer te weinig zijn. De groep die net afgestudeerd zijn en daardoor weer zo'n studentenkamer bezet houden, omdat ze geen fatsoenlijke starterswoning kunnen vinden. Ja, het is heel veelomvattend en het hangt eigenlijk samen met die bredere problematiek op de woningmarkt, waar jongeren echt de dupe van zijn. Ja, en als je dat nou, vertelt dat, maar ik neem aan, misschien mag ik wel vertellen dat je 24 bent. Ik neem aan dat je vrienden om je heen hebt in dezelfde leeftijdsgroep. Is dit nou iets waar ze zeg maar allemaal mee te maken hebben? Hè? Dat dit echt de gemene deler wordt? Of zijn het schrijnende uitzonderingen? Kun je daar iets over zeggen? Nee, van uitzonderingen is geen sprake. Het is echt iets dat iedereen raakt. Dus tenzij dat je echt heel veel geluk hebt en de jubelton krijgt. Hè, dus dat je ouders een ton betalen, meebetalen zodat je een huis kan kopen. Ja, dan lukt het misschien nog om tegen al die overbiedingen bij het kopen van een huis op te boksen. Maar iedereen die heeft ermee te maken. Vanuit alle inkomensgroepen, alle rangen en standen. En ook vrienden die minder maatschappelijk geëngageerd zijn. Ja, die beginnen hierover, die lopen hier tegenaan. En dat speelt in alle lagen van de samenleving. Ja, jij noemde net als een van de aspecten het leenstelsel, de studieschuld. Ik weet dat jullie deze week daar acties rondom gevoerd hebben. Kan je vertellen wat jullie gedaan hebben en kan je ook vertellen hoe jullie daar ook het thema wonen weer aan verbinden? Ja, het leenstelsel is een groot probleem. Dat is een experiment eigenlijk dat een aantal jaren geleden is ingezet waar wij de proefkonijnen van zijn. Ik zelf was ook het eerste jaar dat ermee te maken kreeg, waardoor die schulden enorm gestegen zijn. Ja, en daar hangt gewoon, er werd op het begin gezegd, ja, dat heeft nauwelijks effect op je hypotheek, zei destijds minister Bussemaker. Ja, dat is gewoon wel zo. Dus dat maakt het een stuk moeilijker. En dat vertellen we ook altijd bij al die demonstraties waar we zijn. Deze week een heleboel. Mocht iemand nog willen komen aan Stellen Zaterdag bijvoorbeeld in Amsterdam. Mm-hmm. En studenten die voelen dat ook. Van, dat is een van de grote nadelen van het leenstelsel. Het bemoeilijkt het om een huis te kopen. We hebben eerder vorig jaar aan het eind van de zomer ook een actieweek gehad rondom kamerprijzen.
Waarbij studenten vaak ja, 130 euro te veel betalen voor een kamer gemiddeld. En dat zit echt wel hoog. En dat leidt tot frustratie. Je hebt natuurlijk zit een disbalans eigenlijk in macht. Omdat je kunt zelf niet veel beginnen tegen die verhuurders. Mm-hmm. Je moet toch een dak boven je hoofd hebben. En daarom is het juist zo belangrijk dat we ook de handen ineen slaan. Niet alleen als jonge generatie, maar ook binnen de vakbeweging. Met partners daarbuiten. Ja. Om hier iets aan te doen. Zeker. Ik kom zo nog even terug op de inzet vanuit de vakbeweging. Ik wil ook even naar Tjebbe en Aafke. Tjebbe, de problematiek van jongeren. Ik neem aan dat jullie dat in Rotterdam ook zien. Zien jullie bijvoorbeeld daar ook, Tjebbe noemde net, het aantal daklozen in de groep jongeren neemt bijvoorbeeld toe. Zien jullie daar in Rotterdam ook voorbeelden van? Ik heb geen inzicht in de leeftijd van de daklozen, maar er zijn inderdaad ook in Rotterdam dus ineens ook duizenden daklozen meer. Hè. Ik bedoel, het was pakweg een jaar of 10 geleden teruggebracht tot een paar duizend daklozen, maar zitten weer op 4000. Dus het is inderdaad een groot probleem. En ja, in feite zou het niet zo moeten zijn in een welvarend land natuurlijk. Hè. De gemeente heeft ook de grondwettelijke taak om te zorgen voor zijn inwoners. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat er een dak bij hoort. Zo simpel is het. Ja. En als het niet een volwaardige woning kan zijn, dan ergens anders om te slapen en een douche te nemen. Maar het moet er wel zijn. Ja. Aafke, zien jullie bij de woningcorporatie bijvoorbeeld die specifieke jongerenproblematiek ook terugkomen? En kun je ook aangeven hoe jullie daar bijvoorbeeld in jullie beleid mee omgaan? Nou, je ziet het met name bij jongeren die afgestudeerd zijn en dan vaak geen vast contract krijgen. Vaak ook een 0-uren contract of een 10-uren contract. En daardoor geen huis kunnen kopen, geen hypotheek kunnen krijgen. En tegelijkertijd, als ze wel voldoende uren werken, vervolgens eigenlijk bij ons niet meer mogen huren. Omdat ze te veel verdienen. En daar zie je ook veel onzekerheid in zitten. Want ze zeggen, eigenlijk zou ik wel een volgende stap willen maken. Maar die onzekerheid maakt dat ik die volgende stap niet zet. Nee. En daar zijn we op dit moment wel mee bezig. Omdat we bezig zijn ook met wijkvernieuwing. Om te kijken van hoe kunnen we dan samen met andere partijen. Bijvoorbeeld met de gemeente. Maar misschien ook wel met geldverstrekkers. Kijken hoe zulke jongeren met flexibele contracten. Of via het uitzendbureau. Dat die dan toch een huis kunnen gaan kopen. Ja, oké. Dus actief over meegedacht. Janna, we hebben in de bouw natuurlijk ook jongeren rondlopen. We zouden er nog veel meer willen hebben. Graag. Maar kun jij aangeven hoe wij bijvoorbeeld in onze CAO-inzet of ons inzet in het arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsmarktbeleid, ook proberen die jongeren net even dat setje te geven wat ze op dit thema ook nodig hebben? Ja, zeker. Nou, sowieso is natuurlijk gewoon een hot item en echt ook een traject wat we al lang hebben ingezet is om sowieso zeg maar het ingangsloon, het minimumloon naar boven te brengen. Onder druk van de FNV zie je dat natuurlijk nu ook in de politieke partijenprogramma's terugkomen. 14 euro. Nou zijn wij in de sector bouwen en wonen gezegend met cao's die daar eigenlijk het ingangssalaris daar op zitten. Of misschien nog een klein beetje onder, maar nou, ik kan echt wel zeggen dat voor de 95% wij al daarboven zitten. Dat kan natuurlijk heel erg helpen om zeg maar, mensen een betere positie op die woningmarkt ook te geven. En daarnaast, zei ik net ook al bij het begin natuurlijk, we gaan uiteindelijk natuurlijk ook gewoon voor goede vaste contracten, duurzame arbeidsrelaties met goede arbeidsvoorwaarden. Omdat natuurlijk, en dat zit in alle verhalen, het feit dat je gewoon geen zekerheid hebt over de komende jaren in relatie tot zeg maar je werk heel erg impact heeft op van ja, hoe doe ik dat dan? Mm-hmm. Hè? Nog even afgezien van wat dat voor je dagelijks bestaan betekent, want dat betekent natuurlijk ook wel wat. Hè? Ik bedoel, in de vorige gesprekken hebben we het over Rotterdam gehad. Er zijn mensen die aan het begin van de maand toch echt niet weten hoeveel ze aan het einde van de maand overhouden. Maar die contracten, daar moet echt iets aan veranderd worden. En je ziet ook dat. Ja, weet je, dat wil ik nog wel benadrukken. Het zijn echt elementen die heel erg op elkaar ingrijpen. Het is een woningmarkt, het is een arbeidsmarkt, het zijn
contracten, het zijn verdiensten die al een enorm effect hebben. Ja. Ik bedoel, we kennen genoeg voorbeelden van mensen die een andere baan krijgen, een leuke baan krijgen, met misschien inderdaad meer perspectief, maar vervolgens niet in de buurt van hun werk kunnen komen te wonen, omdat gewoon die huren belachelijk hoog zijn. Ja. En we hebben het natuurlijk veel over huren, maar ik wil benadrukken, het gaat over betaalbare huren, het gaat over betaalbare koop. Ja. Allebei. Ja. Bas, als het om de FNV gaat, dan is Young & United natuurlijk de trotse voorhoede als het om dit onderwerp gaat. Kan je iets vertellen over hoe jullie daar op dit moment mee bezig zijn en wat we in de komende periode van jullie kunnen verwachten? Zeker, ja. Nou, ik vertelde net al over die leenstelselcampagne. Dus in alles wat we doen, vertellen we dit ook. Hè. Van dat zijn communicerende vaten, zoals Janna zei, het grijpt op elkaar in. Dus dat doen we al. We zijn ook aan het nadenken, oké, welke rol zouden we nou extra kunnen spelen? Vanochtend had ik daar nog een overleg over met andere jongerenorganisaties. Ook met een aantal jongeren die naar ons toe zijn gekomen en zeiden, ja, wij willen hier samen iets aan doen. Dus we zijn aan het nadenken van, oké, welke rol kunnen wij hier nu nog sterker in spelen? We zijn bezig met een manifest wat onze leidraad zal zijn voor de komende jaren. Op tal van thema's. En ook aan het nadenken, ja, zou woningmarkt daar nou een onderdeel van moeten zijn? En ik zie daar echt aanleiding toe. Omdat die problemen gewoon zo groot zijn. De woonquote is 42,3% geloof ik. Hè? Dus het percentage van jongeren die in de huur zitten. Ja, dat is het percentage dat ze van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Ja, dat kan zo niet langer. Dat raakt gewoon aan die sociaal-economische positie van jongeren. En wij zullen daar dus ook een rol in moeten spelen. Oké, goed. FNV Young & United als koploper in dit thema binnen de FNV. Er zijn meer politieke partijen die nadenken over de woningmarkt. En we gaan naar een volgende filmpje. En dat is het filmpje van 50PLUS. Wij horen Ellen Verkoelen. Een dak boven je hoofd, een boterham met beleg op tafel, een goede gezondheid. Het zijn de basisbehoeften in het leven. Mijn 50PLUS zet daarop in. Ik ben Ellen Verkoelen en ik ben 50PLUS kandidaat voor de Tweede Kamer. Het aantal daklozen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld tot 40.000 mensen. Vele tienduizenden wonen in een huisje op een vakantiepark. En ontzettend veel jongeren wonen nog bij hun ouders. Steeds meer mensen wonen alleen. En ouderen wonen in de verkeerde woningen. We hebben nu al, op dit moment, 330.000 woningen tekort. Er is een gigantische woningnood. Maar er is ook een stevige bouwcrisis. Woningcoöperaties worden met 1,7 miljard euro per jaar gekort. Politiek Den Haag, 10 jaar Rutte, heeft dit allemaal op haar geweten. 50PLUS vindt wonen een grondrecht. 50PLUS vindt dat de sociale woningbouw prioriteit heeft. 50PLUS vindt dat er seniorenwoningen gebouwd moeten worden. En 50PLUS vindt dat bewoners beschermd dienen te worden. Er moet een bouwprogramma komen die daarvoor zorgt. Woningcoöperaties moeten weer kunnen bouwen voor de sociale sector. Politiek Den Haag, neem de regie en regel het. Een dak boven je hoofd, een boterham met beleg op tafel. Ja, Ellen Verkoelen die gewoon zegt, Politiek Den Haag, neem de regie en regel het. Dat zou toch wel heel erg fantastisch zijn. Maar als je plannen hebt rondom wonen, dan moet je natuurlijk ook een visie hebben. En we gaan weer even naar de Mentimeter. Vullen jullie daar eens even in. Wie maakt die woonvisie eigenlijk? Is dat de gemeente samen met de provincie en het Rijk? Is dat de gemeente samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties? Of is dat de gemeente? Wie maakt de woonvisie? En we nemen weer heel even de tijd om jullie de antwoorden te kunnen laten geven. We hebben een klein beetje vertraging. Dus plannen rondom wonen en de woonvisie die gemaakt wordt. Wordt die gemaakt door de gemeente, de provincie en het Rijk? Wordt die gemaakt door de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisatie? Of wordt die gemaakt door de gemeente? We
Er doen inmiddels steeds meer mensen met de Mentimeter mee. Heel erg leuk. Ja, dit was een beetje een gemene vraag. Want natuurlijk hebben de provincie en het Rijk ook heel veel te zeggen. En ja, de gemeente maakt met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties de prestatieafspraken. Maar de woonvisie wordt gemaakt door de gemeente. En daarover ga ik even verder praten met Tjebbe. Want ja, Tjebbe, die woonvisie. Nou ja, we hebben het woord Rotterdam al een paar keer langs horen komen. Jullie hebben daar alle ervaring mee. En jij hebt mij verteld, Rotterdam is eigenlijk een heel slecht voorbeeld van een gemeentelijke woonvisie. Of andersom gezegd, een heel goed voorbeeld van de niet werkende woningmarkt. Ja, het probleem in Rotterdam is natuurlijk een gemeente die zeg maar, beleidsdoeleinden stelt, die zeg maar, conflicteren eigenlijk met volkshuisvesting. Wel, we hebben het er pas ook al meerdere keren over gehad. Volkshuisvesting, dat is mensen een woning bezorgen. Mm-hmm. En dus je ook als gemeente verantwoordelijk tonen dat mensen ook kunnen wonen, goed kunnen wonen. En dat hebben corporaties een rol bij, de huurdersorganisaties een rol bij. Maar toch, de gemeente die moet voorwaardescheppend zijn in hun gemeente. En ook weer binnen allerlei kaders, maar toch, de gemeente. Mm-hmm. En in Rotterdam heeft de gemeente dus gekeken dus naar de voorraad woningen. En ze hebben inderdaad meer sociale huurwoningen dan welke andere grote stad in Nederland. 56%. Den Haag en Amsterdam hebben 40%. En daaruit hebben ze geconcludeerd van wij hebben te veel sociale huurwoningen. En dan blijkt er ook nog, dus als je dan kijkt naar de mensen wat ze verdienen die in die sociale huurwoningen wonen, dan is in het NPRZ-gebied op Zuiders in Rotterdam het aantal schevens relatief groot. Nou ja, het ligt voor de hand. In Rotterdam-Zuid mag je veel slopen, maar dat is natuurlijk, als je dat ook echt gaat doen in een woningmarkt waar per jaar mensen al te weinig kansen krijgen om een woning te vinden. Hè? 6-7 jaar moeten wachten. En dat loopt op, ook door dat sloopbeleid van de gemeente. Er worden in 10 jaar tijd 30.000 woningen. Het was eerst het plan, het is met het nieuwe college trouwens. In 2018 is het een paar duizend minder geworden, maar goed. Het oorspronkelijke plan was, het is echt veel te veel. Ja. De woningmarkt is totaal ontwricht. Mensen, wat ik al zeg, die dus belaagd worden door de woningcorporatie dat hun woning gesloopt gaat worden. Want zo voelen ze het echt. Ze worden er letterlijk door overvallen, omdat er geen overleg vooraf geweest is. Het is een hele moeilijke zaak in Rotterdam. Ja. Kun je dan niet zeggen van, nou oké, mensen krijgen een brief hè, van ja. Binnen een jaar wordt je woning gesloopt en dan moet je naar een andere woning. Zijn die andere woningen er dan? Nou, die mensen krijgen urgentie, zoals het dan heet. Maar dat is dus urgentie vanwege politieke doeleinden. En dat is ook door politiek van de gemeente dus, worden woningmarkten verder ontwricht en lopen de wachttijden op voor mensen die ja. Gewoon een woning zoeken. Maar kunnen ze dan in de stad blijven? Nou, ze mogen ook in de regio zoeken, maar de regiogemeenten zitten daar ook niet op te wachten op die arme mensen. Ik bedoel, wie wil nou arme mensen uit Rotterdam? Ja. Iedereen die wil zeg maar de hogere inkomens trekken en mensen met een hoog opleidingsniveau die deelnemen aan het maatschappelijk leven. En ja, dat conflicteert gewoon. En nou ja. Nee, mensen dus kunnen heel moeilijk dus. Het kost ook. Mensen zijn ook budgetair natuurlijk in een moeilijke positie. En verhuizen, dat kost altijd geld. Ja. En ze krijgen wel een verhuiskostenvergoeding. Maar dat is ook niet genoeg. De huren worden door de huurharmonisatie een stuk hoger, want die ze verhuizen moeten. Dus met andere woorden, en dan kun je wel zeggen, er is huursubsidie. Nee, mensen gaan er echt sterk op achteruit. En het kost ze geld. Ja. En heb ik nou ook goed begrepen dat mensen dan ook lang niet altijd een vast huurcontract krijgen, maar dat zelfs de flexibilisering nu is toegeslagen in de huurmarkt. Dat is wel zo, dat laatste. Maar dat ze dan vooral bij particuliere verhuurders die dus, en trouwens ook
In zo'n sloopproject worden dus ook de woningen die vrijkomen weer tijdelijk verhuurd. En dat heeft ook tot gevolg dat mensen dus van de ene dag op de andere die woning uit moeten soms. Wat ook voorkomt is inderdaad dat er nog contracten voor een jaar afgesloten worden door particuliere verhuurders. En na een jaar dan kun je ook ineens geconfronteerd worden met een hogere huur, omdat je dus je oude contract afgelopen is. En, ja. En zo komt het ook in de... En wat ook voorkomt is overigens nog, wat ik al vertelde, dus er zijn sloopplannen in Rotterdam. En nou, ik heb de Tweebosbuurt misschien nog niet genoemd, maar dat is een van de recente slooplocaties die dus echt aangepakt worden op het ogenblik door de corporatie die daar eigenaar is. En Vestia trouwens. En dan is het dus echt zo dat mensen een woning krijgen in een ander project dat ook op de nominatie staat om gesloopt te worden. Alleen dat wordt de mensen niet verteld en het wordt geheim gehouden. En dat is ook heel erg kwalijk om nog maar eens een voorbeeld te noemen van hoe een verkeerd beleid van een gemeente die dus zeg maar slopen wil, ja, de mensen toch kan, door intimidatie en slecht behandelen zeg maar naar hun hand probeert te zetten. Ja. Kan je ook iets zeggen over wat dat dan vervolgens weer voor effecten heeft op bijvoorbeeld de leefbaarheid in een wijk en de sociale samenhang tussen de mensen? Nou, het mooie is natuurlijk dat juist door lange bewoningsduren en dergelijke dus echt hechte sociale gemeenschappen ontstaan. En nou ja, dat is ook in een voorgesprek al gezegd, dat juist in deze buurt waar mensen op elkaar aangewezen zijn, ook omdat ze beperkte mogelijkheden hebben, blijken die ook te bestaan. Oudere mensen die dus door hun buren verzorgd worden, het is de gewoonste zaak van de wereld. Dat heet mantelzorg, maar dat is daar altijd al gewoonte geweest, zeg maar. Mm-hmm. Daar wordt niet over gepraat, er wordt gedaan. Ja. En nu krijg je ermee te maken dat inderdaad door het gedwongen verhuizen die sociale verbanden ook opgebroken worden. En dan moeten ineens mensen die dus afhankelijk zijn van hun buren, die moeten maar weer zien dat ze aan de gang komen op een andere plek. Ja. Het is echt vreselijk. Ja, grote gevolgen dus. Aafke, herken jij dat? Jij woont in Friesland, maar daar heb je ook gemeentelijke woonvisies. Hebben jullie ook dit soort effecten? Nou ja, het was inderdaad een beetje een strikvraag, want ik zag heel veel mensen invullen dat het ook gezamenlijk werd gemaakt, die woonvisies. Dat is bij ons ook zo. Dus wij worden altijd heel erg betrokken bij die woonvisies. We zijn het niet altijd overal mee eens. En inderdaad, bij ons in ieder geval in de stad Leeuwarden speelt nu ook inderdaad dat we naar een ongedeelde wijk willen. Alleen daar redeneren we vanuit een andere richting. We zeggen namelijk, iedereen die zich thuis voelt in de wijk, die moet ook weer een plekje kunnen krijgen. En dat is eigenlijk wat Sjebbe ook zegt. Er zijn heel veel informele verbanden, netwerken. Dat komt ook omdat het een oude vogelaarwijk is. Dus er is heel veel vrijwilligerswerk. Er is een bewonersbedrijf. En dat maakt dat mensen elkaar kennen en elkaar ondersteunen en heel graag in de wijk willen blijven wonen. En we hebben ook met de gemeente afgesproken dat we dat ook samen willen organiseren. Oké, dus echt een doelstelling om dat te bevorderen. Ja. Bas, jij zit in Tilburg ook in de gemeenteraad. Hoe gaan ze in Tilburg om met de gemeentelijke woonvisie? Ja, toevallig hebben we die laatst nog vastgesteld. Dat wordt inderdaad gewoon door de gemeente gedaan. En daarna die prestatieafspraken, dus ga je met de corporaties praten. Gelukkig zijn de banden tussen de gemeente en de corporaties bij ons heel goed. Ook Tilburg is een stad waar niet iedereen financieel draagkrachtig is, laat ik het zo maar zeggen. Dus we hebben grote sociale huurvoorraad en gelukkig beseffen we ook dat dat een groot goed is. En dat het belangrijk is om dat te blijven behouden, zodat de stad ook niet, ja, dat er niet al te veel dure huurwoningen bij kunnen komen. Maar wat heel lastig is grip krijgen op die private huurmarkt. Daar is weinig overzicht. Iedereen die kan zomaar zijn gang gaan. Beleggers kopen starterswoningen op, proberen die weer te verkameren, proberen daar heel veel geld op te verdienen en dat lukt ze ook. Dus daar is ook gewoon echt landelijk beleid op nodig. Stop dat nou. Zorg ervoor dat die doelgroep van de corporaties misschien ook weer wat breder wordt. Zodat je echt iedereen gewoon een plek kan bieden en de stad niet iets wordt voor wie dat kan betalen. Ja, ja. En dat mensen weggejaagd worden uit de stad. Ik weet dat ze in Rotterdam het hebben over het recht op de stad. Ja. Tjebbe, jij hoort bij de groep Wonen van FNV Lokaal in Rotterdam. Wij weten natuurlijk dat er binnen FNV Lokaal door heel Nederland kadergroepen zijn die eens in de zoveel tijd een gemeentelijke woonvisie voor hun neus krijgen. Kun jij iets zeggen over de checklist die we in dat kader gaan ontwikkelen? Nou, daar zijn we mee bezig. Het is natuurlijk
handig om als FNV zeg maar, je gedachten zo op een rij te zetten, kort en bondig. En checklist, je noemt het al. Die je dus ook naar de fracties in de gemeenteraad kan toesturen. Van nou, hier staan we als FNV voor, hier willen we over praten. En ga het nieuwe beleid vormgeven, overeenkomstig onze wensen. En we gaan het gesprek aan. En dat hebben we dus nog niet kunnen doen. Maar we gaan het zeker dus nu doen voor de komende gemeenteraadsperiode. Dat we de woonvisie herzien willen hebben. Nou, Recht op de Stad, dat is een grote organisatie inmiddels van, nou, misschien een stuk of 10 bewonersgroepen in meer de oude stad van Rotterdam. Dus die gezamenlijk ook een alternatief voor die woonvisie al over aan het denken zijn. Uitgangspunten ervoor, hoor. Niet een hele nieuwe woonvisie, maar toch. Ik bedoel, ook als FNV hebben we, ik volg dat dus vanuit die woongroep van lokaal FNV. En wij proberen echt de gemeenteraad onze kant op te krijgen natuurlijk. En daar gaan we intensief aan werken. Geweldig. Ja, er zitten, weet ik, thuis een aantal mensen te kijken die ook kaderlid zijn bij FNV Lokaal, door het hele land heen. Weet dus dat dit eraan komt. We maken een checklist waar ook jij samen met de andere kaderleden de gemeentelijke woonvisie bij jou in de buurt mee kunt toetsen en van commentaar voorzien. Dus hou dat in de gaten, want daar gaan we druk mee aan de slag. Maar weer een partij, denk ik, die laat zien wat ze gaat doen op het gebied van wonen. En deze keer is de partij D66. Jullie kunnen luisteren naar Rob Jetten. De komende jaren moeten we veel meer huizen bouwen. Want heel veel mensen zijn op zoek naar een prettig thuis. Maar op dit moment zijn er weinig woningen voorhanden. En veel van die woningen zijn ook veel te duur. De komende jaren wil D66 daarom 1 miljoen nieuwe huizen bouwen. En dat doen we dan ook meteen op een goede manier. Comfortabele en duurzame huizen met een lage energierekening in een fijne wijk met goede voorzieningen, zoals scholen en winkels, maar ook goed openbaar vervoer en voldoende groen en natuur in en rondom de wijk. Maar we zijn er de komende jaren niet met alleen maar het bijbouwen van woningen. We moeten er ook voor zorgen dat we de huren en de huurstijgingen beteugelen en dat we vooral bouwen voor starters en mensen met een kleinere portemonnee. De afgelopen jaren heeft D66 daar ook al successen op geboekt. Zo hebben we het afgelopen jaar voor duizenden huurders de huren kunnen beperken, wat veel gezinnen zo'n 40 euro per maand heeft opgeleverd. De komende jaren wil D66 woningcorporaties helpen om te blijven investeren in het verduurzamen van huizen en het bijbouwen van nieuwe woningen. En daarom willen we de verhuurdersheffing, een belasting die woningcorporaties moeten betalen, omzetten in een investeringsfonds. Daarnaast wil D66 ervoor zorgen dat het krijgen van een hypotheek makkelijker wordt voor starters. Want nu zijn vaak je maandlasten erg hoog aan het begin van je wooncarrière, terwijl je nog aan het begin staat van je arbeidscarrière. Je verdient nu wat minder terwijl je maandlasten hoog zijn. En dat willen we omdraaien met een simpelere hypotheek, zodat je maandlasten aan het begin van je carrière lager uitvallen. Nou, dat en nog veel meer plannen wil D66 de komende jaren inzetten om ervoor te zorgen dat we voor iedereen een betaalbaar huis bereikbaar maken. Ja, we hadden het net even over de leefbaarheid en de samenhang in wijken. En ik hoor Rob Jetten praten over goede wijken met scholen en voldoende voorzieningen, genoeg openbaar vervoer, groen en natuur. En dat roept bij mij wel de vraag op, welke partijen hebben eigenlijk veel aandacht voor leefbare en veilige wijken? Ga even naar de Mentimeter, want daar staat de volgende vraag. Welke partijen hebben veel aandacht voor leefbare en veilige wijken? Zijn dat D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD? Zijn dat D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie? Zijn dat D66, GroenLinks, PvdA en DENK? Of zijn dat D66, GroenLinks, PvdA en 50+? Ik wacht er even op jullie antwoorden. En er moeten nog aardig wat antwoorden binnenkomen. Dus we wachten weer even. Een klein beetje vertraging op de lijn. Maar dat geeft niks.
kunnen het rustig aandoen. Ik denk in ieder geval te kunnen zien dat in het rijtje de combinatie met de VVD het niet gaat worden. En dat de meeste van jullie denken dat de combinatie D66, GroenLinks, PvdA en 50+ echt veel aandacht heeft voor leefbaarheid en veiligheid in wijken. En dat klopt, dat is inderdaad zo. Naast die leefbaarheid en de mate waarin woningen voorhanden zijn, is natuurlijk de betaalbaarheid van een woning ook hartstikke belangrijk. Daar gaat het komende blokje over, maar we kijken eerst even naar het filmpje van GroenLinks. En daarin is Paul Smulders aan het woord. Als GroenLinks strijden we al jarenlang tegen de wooncrisis. Er zijn echt heel veel mensen die geen betaalbaar of zelfs helemaal geen huis kunnen vinden. Dat is super onmenselijk, want wonen is een grondrecht. Daarom willen we als GroenLinks dat de komende 10 jaar 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. En daar hebben we iedereen, vooral ook de vakmensen in de bouw, keihard bij nodig. Nou, hoe willen we dat aanpakken? We willen dat er een woningbouwfonds komt van 6 miljard... waarmee de overheid onrendabele toppen van projecten affinanciert. We willen 18 miljard beschikbaar stellen om openbaar vervoer aan te leggen, ook juist voor nieuwe woonwijken. En we willen de verhuurdersheffing afschaffen. Misschien wel de meest stomme belasting ooit, waardoor woningcorporaties niet meer kunnen investeren in nieuwbouw, of in ieder geval de helft van wat ze konden doen voor die heffing. En nou ja, we weten niet wat er gaat gebeuren met de economie de komende jaren. Dus alsjeblieft, laat de woningbouwcorporaties de motor zijn van de woningbouw en de komende jaren zorgen dat iedereen, ook in de bouw, gewoon zijn baan houdt. Stem 17 maart op GroenLinks. Ja, Paul Smulders heeft het over misschien wel de meest stomme belasting ooit. En daarover ga ik praten met Aafke. Aafke, de verhuurdersheffing, misschien wel de meest stomme belasting ooit. Nou, dat denk ik ook. En wat je ook ziet, het gaat enorm ten koste van die betaalbaarheid, maar ook ten koste van de investeringscapaciteit. Maar je ziet ook dat er een soort ad hoc effect ontstaat. Want iedere keer als er weer een nieuwe heffing komt, het eerste wat we dan doen bij de woningcorporaties is kijken wat het effect dan is. Kunnen we straks nog wel de plannen uitvoeren die we willen maken? En ik weet niet of jullie het hebben gezien, een artikel van het EIB... die zegt van ja, nou weet je, dat maakt de eerste komende 4 jaar niks uit. Nee, dat klopt inderdaad, want wij zijn heel lang bezig met het maken van plannen. Zeker als er huurders bij betrokken zijn die ook inspraak hebben, die instemmingsrecht hebben. Dan ben je een paar jaar bezig voordat je werkelijk kunt gaan heien of kunt gaan slopen. Dus dat vraagt echt dat je voor de langere termijn investeringscapaciteit hebt. Dat vraagt ook van de overheid dat als ze een fonds maken of iets met een investeringsfonds willen gaan doen, dat we daar ook gewoon duurzaam zicht hebben op mogelijkheden. Je wilt gewoon 10 jaar vooruit kunnen kijken. Mm-hmm. En als we dat niet kunnen, dan trappen we iedere keer op de rem. En soms gebeurt het zelfs dat je al met bewoners hebt gesproken over plannen en dat je terug moet om te vertellen dat het niet kan. Nou, dat is best heftig voor bewoners en voor mijn collega's die je dan ook die slechte boodschap moeten brengen. En we hebben dat de afgelopen jaren een aantal keren meegemaakt, dat de overheid eigenlijk daar onvoldoende rekening mee houdt, dat de plannen in de pijplijn zitten en dat je ook voor de langere termijn plannen moet maken. En misschien nog wel even een kleine aanvulling daarop, want niet alleen de corporaties moeten geld hebben. Vroeger hadden de gemeentes ook een investeringsfonds. Een investeringsfonds stedelijke vernieuwing, dat is er ook al een aantal jaren niet meer. En dat betekent ook dat zeker als je in een gemeente woont of werkt die minder geld heeft, bijvoorbeeld omdat de inwoners armer zijn of omdat je geen andere inkomsten hebt, bijvoorbeeld uit toerisme, dan heb je als gemeente geen investeringscapaciteit. En als je dan ook nog een keer een tekort hebt, bijvoorbeeld omdat je op sociaal domein heel veel extra geld moet bijleggen, en je wilt tegelijkertijd met die corporatie een wijk maken die weer 100 jaar mee kan, er is gewoon soms geen geld voor. Nee. Dus dat vraagt echt dat de overheid iets met die verhuurdersheffing moet gaan doen. Het liefst terug naar de corporaties, maar ook dat gemeentes weer kunnen gaan investeren. Dat gemeentes voldoende geld krijgen om weer mooie wijken te maken en ook te investeren in die leefbaarheid. Ja.
Ja, want corporaties betalen niet alleen verhuurdersheffing, maar ook nog vennootschapsbelasting. Kan je iets zeggen over hoe zich dat verhoudt tot particuliere verhuurders? Nou, dat is een hele goede vraag, want je ziet inderdaad dat heel veel particuliere verhuurders dat niet hoeven te betalen. En dat voelt heel oneerlijk, ten eerste, want uiteindelijk elke euro die wij aan het Rijk betalen of die wij investeren in leefbaarheid is opgebracht door onze huurders. En je ziet dat particuliere verhuurders vaak veel hogere huren kunnen bevragen. Daar is inmiddels een motie aangenomen door de Tweede Kamer om dat in te perken. Moet nog wel worden uitgevoerd. Maar je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat ook particuliere verhuurders bij gaan dragen aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Want het is te gek voor woorden dat onze huurders daar wel aan mee betalen, maar de particuliere verhuurders winst maken, maar niet betalen voor de leefbaarheid. En dat is juist zo ontzettend belangrijk, ook in wijken zoals de Tweebosbuurt, maar in iedere wijk in Nederland, dat we dat met elkaar doen. Ja. Ja, ik draai me even naar Janna. Ik mag niet te veel lopen. Janna, al in 2013, toen waren we nog FNV Bouw, schreven wij een brandbrief naar de Kamer. Maak van die verhuurdersheffing nou een investeringsfonds. Ja. Ik weet dat jij in dat kader in de afgelopen maanden weer de Kamer bent ingegaan om daar ook voor te pleiten. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk al langere tijd geconstateerd van ja, dit gaat gewoon niet goed. Hè? Ik bedoel, we hebben een wooncrisis, maar eigenlijk verdiept de wooncrisis zich eigenlijk ieder jaar of iedere 5 jaar, zeg maar. Hè? Ik bedoel, daar hebben we nu eigenlijk al een aantal voorbeelden van gekregen. En eigenlijk moet je natuurlijk toch gewoon kijken van oké, wat is nodig? Ik bedoel, het is natuurlijk absurd dat zeg maar een deel van het geld naar het Rijk gaat en daarmee zeg maar plannen die bedacht worden door corporaties samen met gemeenten, samen met bewoners, gewoon niet door kunnen gaan. Ik denk juist dat een woonbeleid en een woonvisie, ook van gemeentes waar we het net over hadden, gewoon ook moet gaan over een langere termijn. Het gaat natuurlijk voor een belangrijk deel ook over de inrichting van je stad, over de inrichting van je gebied of over de inrichting van Nederland. Daar zit wonen en naar mijn idee ook werken en recreëren hoort daarbij, zeg maar. En daar moet je een visie op doen en die heb je niet binnen nu en 2 jaar uitgewerkt of binnen nu en 4 jaar. En dat hoeft ook niet, want dat kun je zeg maar ook planmatig doen. Dus daar heb je een langere termijn voor nodig. En dan moet je met dit soort, ja, toch maar een soort van afromings. Ja, het gaat om echt substantieel geld natuurlijk. Afromingsmanoeuvres, daar moet je van af. En nogmaals, je ziet ook nu, zeg maar, we tamboureren daar al echt een lange tijd op. We hebben dat ook in opmaat naar een van de debatten in december gedaan. Echt tamboureren ook op zeg maar die verhuurdersheffing. En je ziet daar beweging in komen. Maar het gaat allemaal uitermate langzaam. En ik wil in dit verband ook nog wel even, ook in relatie tot werknemers, nog wel even een punt aanstippen. Want je begon met veiligheid, leefbaarheid in de wijk. En we zien natuurlijk ook door al het beleid wat in de afgelopen decennia is gevoerd, dat we natuurlijk nogal wat bezuinigingen hebben plaatsgevonden op allerlei maatschappelijke onderdelen. De zorg bijvoorbeeld. En dat maakt natuurlijk dat, nou ja, bijvoorbeeld corporatiemedewerkers, en ik schat zomaar in dat Afrika daar ook wel de voorbeelden van kan geven, gewoon geconfronteerd worden met problematiek die eigenlijk bij andere instanties, bij andere organisaties thuis horen. Maar ja, geen geld voor dat soort opvang bij de zorg. Ja, uiteindelijk gaat het allemaal ergens heen. Ja, we zeggen altijd, het gaat uiteindelijk allemaal ergens naar een putje toe. Ja, dat putje is dus in sommige gevallen de corporatiemedewerker die daardoor te maken heeft met werkdruk, met stress op dat gebied, maar ook met agressie natuurlijk. Ja. Bedoel, ja. Zie je dat inderdaad, Aafke? Ja, en met name het afgelopen jaar, toen veel meer mensen thuis moesten blijven, er niet meer uit konden, is dat eigenlijk de overlast veel meer toegenomen. En ook toch ongewenste situaties. En dat is niet altijd alleen agressie, dat kan voorkomen, maar ook gewoon hele verdrietige dingen. En dat heeft best impact op mijn collega's die in de wijk werken. Mm-hmm. Want je ziet inderdaad bij bewoners die thuis blijven dat de overlastklachten toenemen, maar vaak ook wel psychische problemen.
En wat Janne net al zei, bijvoorbeeld mensen die vroeger in de GGZ woonden, die moeten nu zelfstandig wonen. Dat is best wel een... Het zou heel mooi zijn als dat voor iedereen kon, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar we merken ze nu dan ook dat er mensen zijn die dat niet kunnen. En juist ook door die bezuinigingen in de GGZ is het voor mensen ook heel moeilijk om weer terug te gaan naar een beschermde woonomgeving. Ja. Dus dat vraagt van onze collega's dat ze heel goed samenwerken met sociaal werkers. Dat doen ze ook fantastisch. Ik vind echt mijn collega's, en dat geldt voor alle collega's in het hele land, die doen daar ontzettend goed werk in. En tegelijkertijd heeft de wetgever natuurlijk 5 jaar geleden met de nieuwe woningwet ook gezegd van corporaties, je mag minder geld uitgeven aan leefbaarheid. Maar het is juist zo ontzettend fijn als je nieuwe mensen in de wijk krijgt, dat mensen elkaar ook leren kennen, dat je die buurtbarbecue kunt organiseren. Dat je als corporatie kunt zeggen, wij investeren geld in activiteiten zodat mensen zelf kunnen werken, aan elkaar leren kennen en een schone en een hele en een veilige buurt. Ja. En gelukkig begint dat een beetje terug te draaien. Je ziet ook uit een onderzoek van Platform 31 dat ze ook zeggen, die corporatie moet weer een grotere rol daarin nemen. Maar we merken ook wel dat we daar wel een beetje terughoudend in zijn. Dus het zou heel fijn zijn dat al die partijen die zeggen van wij investeren in leefbaarheid, dat ze ook de corporaties weer meer ruimte geven om ook te investeren in leefbaarheid. Ja. Nou ja, we hebben 2 steden aan tafel, Rotterdam, Tilburg. Tjebbe, herken jij in Rotterdam ook die problematiek van dat wonen en zorg en dat steeds meer door elkaar is gaan lopen en dat tot extra problemen en schrijnende gevallen leidt? Dit is echt een beheersaangelegenheid en daar weten ze bij de corporaties alles van hoe het bij de corporaties in Rotterdam loopt. In zijn algemeenheid kan ik niet zeggen. Wat wel een probleem is, en dat is daadwerkelijk bijvoorbeeld op Zuid zo, wanneer de stadsvernieuwing zeg maar toeslaat en er gesloopt moet worden, dan gaat het hele zorgstelsel in zo'n wijk gaat ook gewoon weg. Met andere woorden, die mensen komen echt in een soort niemandsland te wonen. In de stad blijven wel mondjesmaat voorzieningen ook voor die mensen wel beschikbaar. Maar het is natuurlijk een probleem dat wat vroeger in de nabijheid was, dus het sociale weefsel, dat wordt inderdaad ook aangetast. Ja, dus de bestaande structuur wordt doorbroken. Het is heel belangrijk. Ja, herken jij dat ook, Bas, in Tilburg? Ja, volgens mij komen hier een aantal dingen samen. De afgelopen 10 jaar is er gewoon heel veel bezuinigd. Niet alleen op het gemeentefonds, zeg maar, wat er allemaal naar gemeente gaat aan geld. Ook die sociale basis, waar Aafke het net over had. Jongerenwerkers, buurtwerkers, de GGZ. Waardoor die problemen bij woningcorporaties terechtkomen. En ja, nu staat de zorg natuurlijk heel hoog in de prioriteitenlijstje. En dan gaat het over ook ziekenhuiszorg. Maar juist als je meer na gaat denken over die preventie. Hè, wat kun je nou doen juist om die veel voorkomende gevallen al vroegtijdig te voorkomen, mensen te helpen. En wat kun je daar ook corporaties bijvoorbeeld, hoe kun je die daarin ondersteunen als overheid? Ja, als daar nou eens meer over nagedacht wordt en geïnvesteerd wordt, dat zou een heleboel schelen. Aan problematiek, maar uiteindelijk ook aan kosten, denk ik. Ja. Oké, dankjewel. Nou ja, we zien dus dat als we het hebben over betaalbaarheid, dan is de verhuurdersheffing vaak de term. Maar het gaat dus om een brede problematiek. Het gaat over investeren, het gaat over bezuinigingen die hebben plaatsgevonden. De Woonbond heeft daar ook ideeën over. En wij hebben de directeur van de Woonbond, Zeno Winkels, bereid gevonden om jullie ook even toe te spreken. Daar komt hij. Meer sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen, betere kwaliteit woningen en betere rechten voor de huur. Dat is waar de Woonbond voor staat. En mijn naam is Zene Winkels en ik ben directeur van de Woonbond. Heel hartelijk bedankt om iets te mogen zeggen op jullie FNV Stem voor Wonencongres. Ik ben blij dat we kunnen doen en op ons eigen congres op 3 maart... georganiseerd met de woningbouwcorporaties, mocht ik de wooncrisis duiden. Dan heb ik het gehad over 330.000 woningen te weinig. Rotterdam plus Zutphen plus Middelburg. We hebben het gehad over wachtlijsten die meer dan 10 jaar zijn in Utrecht en Amsterdam bijvoorbeeld. En hebben het gehad over mensen die veel te lang thuis moeten wonen en daardoor niet aan een gezin
toekomen. Hoe komt dat nou voor een groot deel? Dat komt voor een heel groot deel door de verhuurdersheffing, die extra belasting die woningbouwcorporaties moeten betalen aan het Rijk en die de huurder in feite 70 euro per maand kost. Als die er afgaat, dan kan er gebouwd worden en dan kan er verduurzaamd worden en dan kan fatsoenlijk wonen weer betaalbaar gemaakt worden. Dus mijn advies aan jullie is: stem op partijen die de rug recht houden als dat soort zaken besproken worden aan de formatietafel. En verder wens ik jullie een heel succesvol debat. Ja, het advies van Zeno Winkels. Stem op partijen die hun rug recht houden. Nou, daar zijn we van de, bij de FNV wel van de rug recht houden. Dus een goed advies, denk ik. Maar dan is het natuurlijk wel handig om te weten welke partijen afschaffing van de verhuurdersheffing willen in ruil voor extra investeringen in nieuwbouw of verduurzaming. Ga weer even naar de Mentimeter. Want welke partijen willen de afschaffing van de verhuurdersheffing in ruil voor extra investeringen in nieuwbouw en of verduurzaming? Zijn dat de PvdA, SP, GroenLinks en Forum voor Democratie? Zijn dat de PvdA, SP, GroenLinks en de VVD? Zijn dat de PvdA, SP, GroenLinks en DENK? Of zijn dat de PvdA, SP, GroenLinks en de PVV? Welke partijen willen de afschaffing van de verhuurdersheffing in ruil voor investeringen in nieuwbouw of verduurzaming? We wachten weer heel even tot de Mentimeter is ingevuld. Heel klein beetje vertraging. Ik zie de twee combinaties met DENK en met de PVV als grootste combinaties genoemd worden. We wachten nog heel even. Even kijken of er nog wat antwoorden bij komen. Ik denk dat ik langzaam het antwoord ga geven. De deelnemers thuis denken dat het gaat om de combinatie met de PVV. Dus Partij van de Arbeid, Socialistische Partij, GroenLinks en PVV. Dat is niet het geval. De partijencombinatie, of de partijen die gaan voor de afschaffing van de verhuurdersheffing, zijn de Partij van de Arbeid, de Socialistische Partij, GroenLinks en DENK. We gaan verder met het volgende blok. En het wordt heel vaak gezegd: bouwen, bouwen, bouwen. Er moeten een miljoen huizen bij en die moeten gebouwd worden. Ik ga daarover in gesprek met Janna Mut. Maar we kijken eerst even naar het filmpje van de VVD. En daarin is Daniel Koerhuis aan het woord. Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is de oplossing voor het woningtekort. Een fijn huis is belangrijk voor iedereen, of je nu koopt of huurt. Maar het probleem is een groot tekort aan betaalbare huizen. Zeker voor starters, senioren en middengroepen. We hebben de afgelopen jaren te weinig gebouwd. Van een sterke overheid mag je verwachten dat die ingrijpt. Dat die ervoor zorgt dat er genoeg huizen gebouwd worden. Door met een nationaal bouwfonds te komen. Door harde afspraken met gemeenten te maken over hoeveel huizen er gebouwd gaan worden. Door in te grijpen als er te lang gepraat wordt en er geen steen wordt gelegd. Door te bouwen, bouwen, bouwen. We moeten ook zorgen dat die huizen terechtkomen bij de mensen die ze nodig hebben. We willen meer prioriteit voor starters- en seniorenwoningen. En we willen een rem op opkopers die huizen opkopen in woonwijken. Statushouders krijgen geen voorrang op een sociale huurhuis, krijgen tijdelijke, sobere huisvesting. Leraren, agenten en verplegers krijgen juist wel voorrang op een sociale huurhuis, zodat zij kunnen wonen in de buurt van hun werk. Zo kunnen we samen sterker verder. Ja, nou, niet mis te verstaan. Bouwen, bouwen, bouwen. Janna,
Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, ik zou bijna zeggen, Janneke, uit het hart gegrepen. Dat zeggen wij natuurlijk ook, bouwen, bouwen, bouwen. Ik hoor alleen Daniel Koerhuis niet de vraag beantwoorden, wie gaat die huizen dan bouwen? En daar wil ik toch wel even heel graag bij stilstaan. We hebben het al even gehad eerder natuurlijk over flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Maar we hebben ook gewoon te maken met een arbeidsmarkt die zeker voor corona, als het gaat om de bouw, echt een overspannen arbeidsmarkt was. Even toch achtergrond. We hebben natuurlijk in de jaren 2009, 2015 te maken gehad in de bouw met de nasleep zeg maar, van de financiële crisis, de bankencrisis. We zijn toen zo'n 100.000 mensen kwijtgeraakt in de bouw. Die naar aanpalende sectoren zijn gegaan, soms ook echt naar andere sectoren zijn gegaan. En we hebben eigenlijk, dat kunnen we monitoren, we hebben eigenlijk daar maar een handjevol van teruggekregen. En nogmaals, voor corona hadden we echt een overspannen arbeidsmarkt. We hebben te maken met vergrijzing, sowieso macro met vergrijzing te maken, maar ook in de bouwsector. En ook daarvan kunnen we op basis van de cijfers, bijvoorbeeld van de pensioenfondsen, zien dat we de komende 3 jaar, 4 jaar ook nog eens aan 10.000 mensen kwijt gaan raken. Aan mensen die gewoon gebruik gaan maken van pensioen of het AOW. Combinatie met de AOW. En dan is het heel makkelijk om gezegd, ja, bouw, bouw, bouw. Maar nogmaals, wie? En dat is ook voor ons natuurlijk wel een puzzel. Voor een deel zal dat kunnen komen door leerlingen. Natuurlijk jongeren die kiezen voor een vak in de bouw. Die laten eigenlijk niet, zeg maar, die vullen niet de aantallen op die nodig zijn. Daar zit een gat tussen. Je kunt kijken naar zij-instromers natuurlijk, mensen die een overstap maken van een ene baan naar een andere baan. Je kunt nu in coronatijd of in de nasleep straks van coronatijd ook kijken naar sectoren waar mogelijk een overschot ontstaat van medewerkers. Kun je die omscholen, bijscholen naar een vak in de bouw of in een aanpalende tak in de bouw. En je kunt natuurlijk ook kijken naar werknemers die uit andere landen komen. Maar goed, ik heb in het begin ook al gezegd, ten alle tijden gaan we voor al die werknemers, voor al die medewerkers, gaan we natuurlijk voor een duurzame baan op basis van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dus dat is echt nog wel een puzzel. En ook een puzzel omdat ik ook denk dat ook andere sectoren, hè, ik had het net even over techniek, de mensen die de zonnepanelen bijvoorbeeld plaatsen, ook daar is behoefte aan vakkrachten, goed geschoolde vakmensen, vakmannen, vakvrouwen. Dus in dat opzicht kun je ook nog een beetje in elkaars vijver vissen. Je zou via innovatie, hè, dus technische ontwikkelingen, zou je een deel kunnen opvangen. Dat gebeurt al. Hè. Ik bedoel, er wordt prefab natuurlijk het een en ander gemaakt wat gewoon geplaatst wordt. Je kunt gebruik maken van robotisering. Overigens geldt daar ook bij dat we daar als vakbond, ook als sector bouwen en wonen, wel heel erg nauw op zitten. Want we willen niet dat mensen te maken krijgen met een soort van uitgeklede baan waarbij je eigenlijk maar één monotoon aan handeling doet. Hè. Ook dat moet volwaardig werk zijn. Dat is echt een puzzel. Je ziet dat er goed samengewerkt wordt in de sector, ook als het gaat over opleiden, ook als het gaat over modulair opleiden. Maar alleen maar roepen, ja, bouwen, 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 denk ik, ja, mooi, ja. Maar er zit nog iets achter. Nou, want je hebt het over die innovatie. Ik kan me voorstellen dat technologische ontwikkelingen nog om een andere reden belangrijk zijn. Want waar gaan we bouwen? Precies, waar gaan we bouwen? Want dat is natuurlijk ook nog wel wat. We zien natuurlijk dat er zijn, we hadden het net even over de wachttijden natuurlijk in grote steden voor een sociale woning, voor een sociale huurwoning. Er zijn natuurlijk heel plekken die heel erg populair zijn. Overigens zie je door de prijzen natuurlijk in de koopsector dat mensen naar andere delen van het land trekken. Dus je zult ook moeten gaan kijken, oké, waar gaan we bouwen inderdaad? Dan denk ik, en dat zijn volgens mij nou net de heren en één dame in het filmpje tot nu toe, die volgens mij op het gebied van die regelgeving juist de touwtjes in handen hebben. Hè? Want ik las ook kort geleden weer ergens een project in Amsterdam. Nou, we hebben 21, dat kan gaan gebeuren, maar eer we de hele papierstroom door zijn, zitten we in 2027...
Nou, zijn we toch 6 jaar verder, Dick. Je zal maar heel graag daar willen wonen en al een tijdje op een wachtlijst staan. Dus regelgeving is echt iets, daar heeft de overheid volgens mij echt een cruciale rol in. En we hebben natuurlijk ook nog een dingetje als stikstof en PFAS. En ook daar moeten stappen op genomen worden. En dat vergt misschien weer discussies met de land- en tuinbouwsector, veeteeltsector. Mm-hmm. Ook niet vervelend, of ook vervelend. Ook geen gering dingetje, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk, ja, als we het niet aanpakken, en nogmaals, ik vind echt dat daar een rol voor weggelegd is voor de centrale overheid. Ja, weet je, dan zitten we over 4 jaar weer en dan roept er weer iemand bouwen, bouwen, bouwen. En dan kom ik weer met dezelfde vraag eigenlijk. Ja. We kunnen in de sector veel doen, dus het gaat om opleiden, het gaat om stimuleren, kijken. Maar wij kunnen niet meteen zeg maar de plekken ontsluiten, dat soort zaken. Ik ga even het rijtje af, hè, want we hebben Brabant, we hebben het noorden van het land, we hebben een grote randstad. Ja. Tilburg, bouwen, bouwen, bouwen. Is het zo makkelijk? Hij doet het overkomen, Koerhuis, alsof dat heel makkelijk is. Janne zegt terecht, daar gaat een wereld achter schuil. Maak het dan ook makkelijk om te bouwen. Speel niet bevolkingsgroepen tegen elkaar uit door te zeggen, statushouders die krijgen geen urgentie meer. Ja. Zorg er dan voor, en hij heeft de afgelopen 10 jaar aan de knoppen gezeten met zijn partij, dat er ook meer gebouwd wordt. Dat, door zo'n verhuurdersheffing in te voeren maak je dat alleen maar moeilijker. Dus hebben de private huren gang laten gaan. Dus het gaat niet alleen om bouwen, maar ook wat bouw je nou en voor wie bouw je. Ja. Dus betaalbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook die sociale samenhang in de buurt. Er werd ook al in een eerder filmpje ging het ook over natuur en groen in de buurt. Nou ja, dat zijn allemaal onderdelen daarvan. Die er ook bij moeten. Ja. Aafke, worden jullie van bouwen, bouwen, bouwen gelukkig in Friesland? Nou, absoluut. Ten eerste, en het sluit ook aan op het verhaal van Janne, wij maken afspraken met ketenpartners, noemen wij dat, onze aannemers. Dus we willen graag ook duurzame investeringscapaciteit, dat we ook langjarige afspraken kunnen maken. Dat levert werk op. En ik sluit me toch ook nog wel even aan bij de buurman, bij Bas. Ik ben lid geworden van de FNV, ook uit solidariteit. Dus ik vind ook dat we geen bevolkingsgroepen tegen elkaar uit moeten spelen. En juist ook een groep nieuwkomers kan natuurlijk helpen met bouwen. Maar als je aan het werk wilt, als je aan de slag wilt, het eerste wat je nodig hebt is een veilige woonomgeving. Een dak boven je hoofd, een thuis. Een plek waar jij je thuis voelt, dat je snel de taal leert spelen. En dat is ook de reden dat de meeste woningcorporaties zeggen, wij leveren daar een bijdrage aan. Wij leveren woningen voor mensen die nieuw komen in Nederland en hier mogen blijven. Het zijn geen gelukszoekers, maar mensen die vluchten voor oorlog. En we doen dat ook, want zodra iemand een huis heeft, kan die beginnen met inburgeren. En samen met de gemeentes maken wij daar ook weer afspraken over. En ik kom zelfs in een wijk zo nu en dan. En daar woont inderdaad een Syrische meneer die nou een klusjesbedrijf heeft. Maar het liefst ook gewoon inderdaad een echte baan weer in de bouw wil hebben. Net zoals in zijn thuisland. Ja. Dus er zitten gewoon ontzettend veel kansen ook in. Ja. En dat betekent gewoon dat je voldoende woningen moet bouwen. Als je gaat slopen, het liefst vooruit bouwen. Daar de investeringscapaciteit voor hebben. Zodat je mensen inderdaad kunt huisvesten. Ja, ja. Eerst vooruit bouwen voordat je gaat slopen. Dat zal jou goed in de oren klinken, Tjebbe. Dat zonder meer. En ja, dat bepleiten we inderdaad al jaren eigenlijk. Maar goed, los ervan. Dus er wordt wel veel gebouwd ook in Rotterdam. Dat moet ik erbij toegeven. Maar het punt is alleen dat er veel te veel, of tenminste in hoofdzaak in de vrije sector gebouwd wordt, met veel te hoge huren. Mm-hmm. En of te hoge koopprijzen. Dat zijn voor lagere inkomensgroepen, en daar horen ook duidelijk middengroepen bij. Komen daar niet mee aan de bak. Nee. En met andere woorden, we hebben het hier voortdurend gehad over groepen die dus zeg maar ook een woonrecht hebben. En die worden op het ogenblik slecht bediend. Ja. En daarom staan we hier ook. Ja. En ik ben me ervan bewust dus dat het voor de gemeente een moeilijke zaak is dus om ook voor de lagere grondprijzen die dus mogelijk zijn voor sociale huurwoningen of voor middenhuur of voor koopwoningen in een lagere prijsklasse. Ja, daar moet ook minder grondkosten onder. En dat is natuurlijk, als dat 70% van je grondexploitatie gaat bedragen in plaats van 70% vrije sector, dan is het een heel ander verhaal. Ja. En hier zal dus duidelijk ook naar gekeken moeten worden. Ja.
Dus bouwen in een goede mix. Juist. Janna, het klinkt ook wel alsof dat geregeld moet worden. En volgens mij hebben we daarbij FNV Bouwen en Wonen ideeën over. Ja, ja, goede mix inderdaad. Nou, ik zei al, van, het is te complex om het ook zeg maar, volgens mij op allerlei niveaus over te laten. Wel in de samenhang natuurlijk, want dan pakt ieder zijn rol. Maar wij pleiten eigenlijk vanuit de sector Bouwen en Wonen al langer voor een minister. Een minister voor Bouwen, Wonen en Klimaat. En ik koppel daar echt heel nadrukkelijk klimaat aan vast. Omdat ik denk dat als je kijkt naar alle opdrachten die er liggen ten aanzien van verduurzaming, de energietransitie, dan moet je dat volgens mij echt in samenhang gaan zien. Natuurlijk kun je huizen verduurzamen, et cetera. Maar het gaat ook om de omgeving dan, denk ik. Dus een minister die de regie pakt op dat hele verhaal. Die ook echt een plan neerlegt voor de komende 10, 15 jaar, zeg maar. Dat kun je ook koppelen, zeg maar, aan alle doelstellingen die er liggen op het gebied van klimaat en energie. Niet hapsnap. En waarvan je vervolgens in de samenwerking met provincies, gemeentes, corporaties, organisaties die zich bezighouden met wonen, natuurlijk dingen kunt gaan uitwerken. Maar er moet echt regie op komen. Het is nu te versnipperd. Ondanks alle goede bedoelingen, denk ik, van gemeentes, denk ik ook dat je dingen ziet van, nou ja, een wethouder wil soms ook wel zijn eigen dingetje hebben, hè, of haar eigen dingetje als het gaat om wonen. Ja, dat kan gewoon niet. Je moet het gaan hebben over de inrichting van het land. En daar zullen ook best vervelende keuzes in gemaakt gaan kunnen of moeten worden. Maar anders gaan we er niet komen. Nee. Nee, dus een minister van bouwen, wonen en klimaat, als het aan ons ligt. Of het helemaal zo heet, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij zit zo'n minister ook in het filmpje van het CDA. We gaan luisteren naar Julius Terpstra. Goedendag, beste leden van de vakbond FNV. Het CDA wil graag een oplossing voor de woningnood. En dat willen we doen door de aankomende 10 jaar 1 miljoen nieuwe woningen te gaan bouwen. En we willen ook inzetten op verschillende doelgroepen. 250.000 nieuwe woningen voor starters, seniorenwoningen, knarrenhofjes, bouwen voor de doorstroom. We willen dat graag doen onder meer rijksregie. Daarom vinden wij dat het ouderwetse, of het oude bekende, maar zeer goed functionerende ministerie van VROM, minister van Volkshuisvesting, terug moet komen. Deze minister moet locaties gaan aanwijzen om die miljoen woningen de aankomende 10 jaar te gaan bouwen, maar ook zorgen dat procedures sneller gaan en zorgen dat gemeentes, provincies en Rijk met elkaar gaan zorgen dat die woningen er komen. Ten slotte willen wij heel graag dat de verhuurdersheffing voor corporaties wordt afgeschaft. We willen dat corporaties gaan bouwen en gaan verduurzamen. Op deze manier willen we de woningnood als CDA gaan aanpakken. Ik wens u veel succes en veel plezier bij deze digitale bijeenkomst. En ik zou zeggen, als u de woningnood wil aanpakken, overweegt u dan een stem op het CDA. Ja, ik zei al, ik heb gelet op de termen die gebruikt worden in de filmpjes. En bij deze, ik weet niet of jullie het ook gehoord hebben, maar knarrenhofje is bij mij wel blijven hangen. Maar het ging natuurlijk even om die minister. Ga nog even naar de Mentimeter. Want welke partij wil geen speciale minister van VROM of Wonen? Is dat de VVD? Is dat D66? Is dat het CDA? Of is dat de ChristenUnie? Welke partij wil geen speciale minister van VROM of Wonen? We geven jullie weer even de tijd om de Mentimeter in te vullen. Ik wacht nog heel even. Ik zie nog wat antwoorden binnenkomen. Af en toe met een beetje vertraging. Ik kijk even naar mijn collega. Verwachten we nog antwoorden? Nee, het gaat langzaam. Maar het lijkt ook wel voor zich te spreken, het antwoord. Want de meeste van jullie thuis denken dat de VVD
geen speciale minister van Vrom of Wonen wil. En dat is inderdaad het juiste antwoord. Ja, en het is natuurlijk wel heel leuk om te denken. Hè? Als je nou minister, en laten wij gewoon maar zeggen, de minister van Bouwen, Wonen en Klimaat bent. De minister van Wonen, als je dat één dag kon zijn. Wat zou je dan als eerste aanpakken? Ga nog even naar die Mentimeter. En vul daar alsjeblieft korte sleutelwoorden in. Maar als jij nou één dag minister van Wonen was, wat pakte je dan als eerste aan? En laat het maar komen. Het wordt, ik zal geen wordcloud meer zeggen, maar ik zal Bas volgen. Het wordt een woordwolk. Woordwolk. En jullie kunnen meerdere woorden invullen. En als je dan op enter drukt, dan mag je volgens mij nog weer een keer een paar woorden invullen. Nou, ik zie al van alles langskomen. Er worden een heleboel woorden genoemd. Ik zie wachtlijsten, ik zie leefbaarheid, ik zie anticyclisch bouwen. Ja. Dat is iemand die kennis van zaken heeft. Ja, precies. Ik zie het woord knakworstje, wat mij thuis was beloofd, nog niet langskomen. Dat is nou jammer. Nou, ik denk dat de meeste mensen de verhuurdersheffing als eerste willen aanpakken. Maar ik zie toch ook, heel belangrijk, de studentenwoningen, de leefbare wijken, het vergunningenstelsel. Belangrijke onderwerpen, denk ik. Het is mooi om te zien dat die verhuurdersheffing zoveel impact heeft. Als je toch weet dat afgelopen zomer de teller al op 10 miljard stond. Wat er vanuit Hurend Nederland afgedragen was aan de staatskas. Dan begrijp ik heel goed dat dat het eerste is wat aangepakt moet gaan worden. We hebben het vanmiddag gehad over wonen als FNV-thema. Wonen in relatie tot arbeidsmarkt en inkomen. Wonen om de zekerheid te hebben om een bestaan te kunnen opbouwen. Meer dan een dak boven je hoofd, dat werd er gezegd. Wonen als grondrecht. We hebben het gehad over betaalbaarheid en de invloed van de gemeentelijke woonvisie. We kunnen invloed hebben op hoe het verder gaat met de wooncrisis. En dat kunnen we doen door komende woensdag, 17 maart, ook na te denken over het onderwerp wonen als we onze stem uitbrengen. Er zijn een aantal aardige dingen die je in de tussentijd nog kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld gaan naar de website woonkieskompas.nl. Ik herhaal woonkieskompas.nl. Een website die is gemaakt door Stemwijzer, de Woonbond en Edes. En die juist de verkiezingsprogramma's op het thema wonen met elkaar vergeleken hebben. Woonkieskompas.nl. Je kunt ook, en misschien heb je het vandaag gezien in de grote dagbladen, is een kijkje nemen bij de minister voor Wonen. Op de website ministervoorwonen.nl. Op die websites komen allemaal quotes en voorbeelden van mensen die op een of andere manier met wonen te maken hebben. Dat kan zijn als directeur van een woningcorporatie of als wethouder, maar ook gewoon als bewoner. Voorbeelden die mensen genoemd hebben. Website ministervoorwonen.nl. We hebben het net al even genoemd. We gaan als FNV keihard aan de slag met een checklist voor FNV Lokaal. Waarmee de kaderleden in hun lokale omgeving de gemeentelijke woonvisie kunnen toetsen en van commentaar voorzien. Hou dat dus in de gaten. Jullie krijgen volgende week een e-mail waarin we heel graag van jullie horen hoe jullie dit webinar vonden. Het was een spannende exercitie. We hebben dit nog nooit gedaan op deze manier, digitaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, maar laat vooral weten wat je ervan vond. We sturen je een e-mail en daar kun je dan je commentaar in kwijt.
Ik wil de panelleden heel hartelijk bedanken. En ik vraag gewoon de collega's die hier wel zijn om even voor ze te klappen. Tjebbe Verra, lokaal Rotterdam. Aafke Posma, branchegroep woondiensten. Bas Weegberg, FNV Young & United. En Janna Mut, sectorhoofd bouwen en wonen. Ik wil alle collega's bedanken die zo hard hebben meegewerkt om dit webinar mogelijk te maken. Lili Lange voor alle filmpjes. Elsje Deuring en Lex Berghuis voor de communicatieve ondersteuning. De techniek is verzorgd door Martin de Bouter. Ze zitten allemaal achter de schermen, jullie kunnen het niet zien. Maar heel hartelijk bedankt. Je hebt gekeken naar het webinar FNV stemt voor wonen. En er is maar één iemand die dat webinar kan afsluiten. En dat ben niet ik, maar dat is, en ik zeg het met heel veel trots, onze nieuwe voorzitter Tuur Elsinga. Dus ik zeg jullie vast gedag. Tot de volgende keer als het gaat om het thema wonen. En het laatste woord is aan onze nieuwe voorzitter Tuur. Beste mensen, weet u nog? Voor de coronacrisis hadden we het over de klimaatcrisis en over de stikstofcrisis. En die hebben allebei ook te maken met de wooncrisis. Want er zijn veel te weinig betaalbare woningen in dit land. Jongeren blijven veel te lang bij hun ouders wonen, omdat ze geen keuze hebben. En u zult maar net van de politieacademie komen en een mooie baan kunnen vinden in de grote stad. Of u bent onderwijzer en u kunt wel ergens anders mooi gaan werken, maar u kunt er geen betaalbaar huis vinden. Dat moet ook worden aangepakt. Ook dat is het belang van de FNV. Daar gaan wij over, want er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. De politiek moet keuzes maken en daarom organiseren wij dit webinar. Het gaat over scherpe keuzes rondom stikstofemissie, over klimaat. De woningvoorraad moet voor een groot deel nog mee in de energietransitie. Maar er moeten bovenal heel veel betaalbare woningen bij. En de verhuurdersheffing, die moet van tafel. Want dan kunnen ook de woningbouwcorporaties weer gaan investeren in meer betaalbare huizen. En natuurlijk moeten de inkomens van mensen genoeg zijn. Want heel veel mensen met lage inkomens hebben heel veel moeite om een huis te betalen, een betaalbaar huis te kunnen vinden. En dus moet het minimumloon fors omhoog. Maar ook heel veel mensen met een middeninkomen. Zo gauw als je in de vrije sector moet huren of moet kopen, dan kun je eigenlijk in een groot deel van het land niet meer terecht. En dat heeft zijn weerslag, ook op de mobiliteit. Dan moeten mensen van hun ouderlijk huis of van een huis ver weg van hun werkplek elke dag heen en weer. En ook dat veroorzaakt nog weer meer stikstofuitstoot, et cetera. En zo blijven we met z'n allen gevangen in een web. Dus er moeten knopen worden doorgehakt. Er moeten keuzes worden gemaakt. En dat moet de politiek doen. En daarom roep ik u op, als u straks gaat stemmen, om bij de partijen waar u op overweegt te gaan stemmen, ook te kijken naar de woonparagraaf. Want FNV stemt ook over wonen. U moet ook kijken naar die partijen die zorgen voor voldoende betaalbare huisvesting en voldoende inkomen natuurlijk, om voor iedereen een betaalbaar huis ook dichterbij te brengen. Ik wens u veel succes en een mooie dag.